komt-ie, daar komt-ie. En zo zijn plots alle magere jaren vergeten. En is de hertgang in rep en roer voor de entree van de verlosser. Het is één speler die zorgt voor een nieuw elan in Eindhoven. En het is een jongen van 19 jaar. Ik ben nu speler van PSV. Supporters komen allemaal hier naartoe, samen blij. Dus ja, het geeft wel een lekker gevoel. Adam Maher dus, die de clubs voor het uitkiezen had, maar wel overwogen koos voor de stap naar Eindhoven, waar hij een bijzonder nummer krijgt toebedeeld. Ja, dat is zeker een mooie nummer, ook voor het middenveld. Ja, het is wel de nummer van Mark van Bommel en daar heb ik net ook mee gebeld. En die gaf aan dat ik hem ook mocht dragen, dus dat geeft ook wel een stimulans. Een speler van jouw kaliber, die heeft de clubs voor het uitkiezen. Waarom is het PSV geworden? Ja, nou ja, als ik voor het makkelijkste zou gaan, dan kon ik naar het buitenland. Alleen ik heb ook duidelijk aangegeven dat ik in Nederland wilde blijven. En mensen daarboven, iedereen wilde me hebben. En die hebben voor me gevochten. Dus ja, dan moet ik wel terugvechten op het veld. Iets eerder op de dag, hetzelfde terrein. De eerste training van PSV onder leiding van Philip Cocu. Met vuurwerk en optimisme, maar nog zonder het nieuwe trio Maher, Josefsson en Bruma. De gedaanteverwisseling lijkt goed te vallen. Mertens, Pieters en Lens vertrokken, de jeugd krijgt ruim baan. Ik vind dat Branson nu te goed doet. Ook de uitgaande transfers. Een mooie prijs die ze wil krijgen. Dus ik ben wel tevreden tot nu toe. Ja, een nieuwe winter erheen, een nieuwe spelers erbij. Andere mentaliteit, wie weet. Ja, was het nodig? Denk het wel. Dus wat dat betreft is iedereen bij PSV, denk ik, happy vandaag. En ja, eigenlijk nu alweer heel snel aan de slag met de andere dingen die nog spelen. Dus de goede verstaander begrijpt, PSV is nog niet uitgewinkeld. Schaars, Viergever, die staan op het lijstje. Nou ja, schaars is geen geheim dat we daar wel interesse in hebben. Alleen, ja, dat, of dat met Sporting haalbaar is, dat zullen we dus zien. Viergever heb ik op dit moment geen enkel contact mee gehad en ook niet met de AZ daarover. Conclusie, het is al vroeg een hete zomer in Eindhoven, die nog lang niet ten einde is.